We all know these everyday products created by our industry and big consumer brands. Their production relies on an essential class of building blocks called aromatics. Right now, these aromatics are petrochemical-based. But because of climate change and a global consumer demand for green products, we know our industry is in desperate need of sustainable alternatives, preferably from local sources and with premium properties. BioRisen Shared Research Center believes a circular bioeconomy is the solution. In cooperation with the industry, we develop innovative technologies to produce bioaromatics from residual biomass and recycle streams. These renewable aromatics outperform their fossil counterparts in sustainability as well as functionality. They give our industrial partners the essential functionalities they need, such as durability and thermal and UV stability to products like plastics, resins, and coatings. And even better, bioaromatics provide a green alternative for difficult to reuse and recycle products like paints, adhesives, or lubricants. BioRisen's key objective is to enable the commercial production of bioaromatics by 2025. To accomplish this, we continue scaling up our technologies and offer samples that companies can test in actual industrial applications. Our BioAromatics Research Center is unique in the world. We offer you an excellent collaboration platform to make the transition to a circular bioeconomy. Please join our active community, and together with international partners from the entire bioaromatics value chain, we create a profitable and sustainable future. Join us at biorisen.eu/community. Elke keer ben ik toch eigenlijk wel trots hoe wij hier vanuit ons kleine Nederland zoveel belangrijk werk voor elkaar krijgen. Dit is geen kleine uitdaging, hè? Grondstoffen voor zo'n belangrijke component in de industrie. Van fossiel vervangen voor biobased, snel gezegd, maar echt wel een hele uitdaging. Het is een initiatief wat gestart is in 2012 door TNO en Vito, uiteindelijk 2013 vorm gekregen. En eigenlijk het laatste stukje van wat je net zag is wel de essentie. Het gaat om samenwerken. We doen dit samen en je hebt ook zelf de gelegenheid om deel te nemen en actief te zijn daarin. En dat is iets wat we in Nederland eigenlijk toch wel heel goed voor elkaar hebben. Soms denken we misschien dat dat standaard is, maar dat is het over de wereld gezien helemaal niet zo. Die samenwerking, overheid, bedrijven, kennisinstellingen, samen in projecten, samen in allerlei initiatieven, zorgen dat we met z'n allen meer weten, sneller vooruitkomen, ook risico's kunnen delen. Dat is heel belangrijk. We gaan even naar de Mentimeter. Je kunt code scannen of je kunt ingeven op menti.com 2845 138. En dan zie je, als het goed is, onze eerste vraag. Ik weet niet of we al informatie terugkrijgen. Hij begint te vullen. Er staat al het nodige. De eerste vraag gaan we natuurlijk even kijken van met wie zijn we nou eigenlijk bij elkaar? Hè? En je ziet het hier binnenkomen. Het grootste gedeelte uit het bedrijfsleven. Nou, is ook wel mooi. Moeten natuurlijk de bedrijven spelen een enorme belangrijke rol. Zowel in het produceren als het omzetten in producten. Een heel aantal partijen van de overheid. Een goede deelname vanuit de kennis- en de onderzoekinstellingen. En een deel anders, wat op zich ook heel mooi is, want bedrijven, overheid en kennisinstellingen zijn partijen die we heel vaak al bereiken, maar anders is altijd moeilijker te bereiken. Dus allemaal welkom en fijn dat jullie er zijn. We gaan door met de volgende vraag en die vraag is: welk product bevat aromaten? Even een kleine kennisquiz. Als wij het hebben over bioaromaten, dan vervangen we traditionele petrochemische aromaten voor biobased aromaten. Dus gemaakt uit biobased producten. En waar zit dat uiteindelijk in? In vanilleijs, in benzine, in verf, in parfum, in kunststof of in al deze producten? Nou, ik zie wel dat er heel veel mensen erg goed hebben opgelet.
Ik zei het net al een beetje, als je om je heen kijkt, 40% van wat je om je heen ziet is gebaseerd op aromatische grondstoffen. Dat betekent niets anders dan een zesringmolecuul. Een zesringmolecuul heeft bijzondere eigenschappen. Veelal zijn dit dan ook de hoogwaardige producten. Dus als je bijvoorbeeld neemt de categorie kunststof, dan heb je de goedkope kunststoffen die je regelmatig weggooit. Zoals allerlei rietjes of plastic zakjes. Dat zijn niet zozeer aromatische kunststoffen, maar hoogwaardige kunststoffen zijn vaak aromatisch. Bijvoorbeeld de koplampen van je auto. Die moeten heel sterk zijn en krasvast en heel optisch zuiver. Dat is een aromatisch gebaseerde kunststof. Dus een hele belangrijke klasse van grondstoffen in de wereld om ons heen. En het maken vanuit biomassa is best een uitdaging. Ik denk dat we nog een Mentimeter-vraag hebben. Voordat we verder gaan. Wat is nou de belangrijkste reden om die bioaromaten te ontwikkelen? En we maken ons daar met z'n allen zo druk over. We doen zo hard ons best om van aardolie om te schakelen op biomassa. Maar waarom zou je dat nou doen? Is dat om de CO2-uitstoot te reduceren? Is dat juist om nog betere producten te maken? Superieure functionaliteit? Ondertussen wordt het door elkaar gehusteld, dus dit wordt voor mij moeilijk gemaakt. De circulariteit bevorderen. Gaat het om het inspelen op de vraag naar duurzaamheid van consumenten? Die vraag is toch wel steeds nadrukkelijker zichtbaar aan het worden. Het begint een klein beetje uit te kristalliseren hier. Ik denk dat de meerderheid hier toch wel is voor reduceren CO2-uitstoot. Ja, ik denk dat velen van ons wel het verhaal kennen van de klimaatverandering en temperatuurstijging als gevolg van CO2-uitstoot. En wat we allemaal moeten doen om dat een klein beetje in de hand te houden. Stel dat wij afstevenen met z'n allen op een temperatuurstijging van 4 graden over de wereld. Dat is echt niet zo aangenaam. Daar krijg je allerlei vervelende bijverschijnselen. Variërend van enorme stormen tot grote bosbranden, droogtes, hongersnoden. En hier in Nederland moet je misschien ook even nadenken over de waterstand. Dat is wel een heel belangrijk aspect. Maar heel terecht dat de mening ook wel verdeeld is. Hè? Want die andere aspecten die zijn zeker ook van belang. Dus bijvoorbeeld functionaliteit. Als wij door het benutten van functionaliteit die moeder natuur meebrengt juist nog betere producten kunnen maken, ja, dan is dat natuurlijk heel goed. En zo ook het bevorderen van circulariteit, dat blijft belangrijk. Het is niet lang houdbaar om te zeggen, we nemen iets, we maken wat, daarna gooien we het weer weg. Circulair inzetten is echt wel de toekomst, daar zijn wij van overtuigd. Goed. Neem ik jullie mee in een hele kleine introductie van het BioRising Shared Research programma. We spelen hiermee in op een aantal wereldwijde uitdagingen. Dus klimaatverandering, waar we het al even over hadden. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen. En een toenemende consumptie. De wereldbevolking is enorm aan het stijgen. En ja, dat kun je heel moeilijk sturen. Dat gaat zomaar nog niet afnemen. Dus we moeten al een aantal dingen echt anders gaan doen. Dat geeft een aantal uitdagingen. Onder andere voor de chemische industrie. In de wereld gaat het natuurlijk ook over energie, over transport. Maar hier kijken we vooral naar grondstoffen voor de chemische industrie. Dat is de industrie die zoveel mooie producten voor ons maakt. Hè. Kijk, denk aan je schoenen, van alles in je huis, je auto. Heel veel van die producten komen uit de chemische industrie. En die werkt heel veel traditioneel met aardolie en dat geeft CO2-uitstoot. Overheden, bedrijven en consumenten, want die bedrijven zijn zelf ook echt wel gemotiveerd om daar wat aan te doen. Die zoeken allemaal naar alternatieven. Ook alternatieven voor petrochemisch geproduceerde aromaten. Nou, dat is de uitdaging en daar spelen we op in. Ooit is er een steentijd geweest en die steentijd die is niet geëindigd omdat de stenen op waren. Het is niet zo dat iedereen zegt, goh ja, we hebben geen stenen meer, dus nu moeten we iets anders bedenken. Nee, er waren gewoon betere ideeën en men kwam erachter van, in plaats van alles maar met stenen te doen, kunnen we ook andere materialen inzetten. Nou, op die manier zal het petrochemische tijdperk ook niet eindigen omdat de aardolie op is. Dat denk ik niet. Daar moeten we vooral met z'n allen niet op willen wachten.
Nou, wat is dan de oplossing? In ieder geval een van de oplossingen, en daar werken wij aan. Meer gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Dus biomassa inzetten als grondstof. En niet meer die bronnen uitputten en uiteindelijk olie, gas, kolen omzetten in CO2 in de atmosfeer. Daarvoor is het hele aspect van circulariteit van belang, hergebruiken. Eindproducten weer als grondstof in kunnen zetten. En een florerende bio-economie. Het zijn de sustainable, een aantal van de Sustainable Development Goals door de United Nations opgesteld. En nou, daar dragen we met het BioHorizon-programma dragen we daar enorm aan bij. Dus de visie is eigenlijk heel simpel samengevat. Een circulaire bio-economie is de oplossing voor de uitdaging van de chemische industrie. Nu en in de komende decennia. Het is een vraaggestuurd programma. Wat is dan onze missie? Want dit gaat heel veel over het ontwikkelen van nieuwe technologie. Iets wat gisteren nog niet kan, morgen wel mogelijk maken. Maar die technologie is niet ons doel. Uiteindelijk is onze missie het faciliteren van commerciële productie van bioaromaten. En wel vanaf 2025. Deze missie hebben wij opgesteld in 2012 toen we hierover begonnen na te denken. We zeggen dat moet ongeveer in die tijdspanne lukken. En we gaan dadelijk kijken hoe ver we zijn onderweg daar naartoe. Maar wij denken zelf dat we goed op pad zijn. En die 2025, die laten we nog altijd staan. We werken heel nauw samen met die industrie. Dat is natuurlijk erg belangrijk, want die industrie weet veel en die kan veel. En die heeft enorm veel ervaring. Dus daar werken we graag mee samen. En we richten ons daarbij vooral op bioaromaten die functioneel zijn, die hernieuwbaar zijn en die natuurlijk ook veilig zijn. We willen geen problemen met bijvoorbeeld giftige stoffen of nare ecologische bijeffecten. Het BioHorizon-programma hebben we verdeeld in een roadmap met 3 horizonnen. Wij noemen dat onze horizonnen. Het zijn eigenlijk programmalijnen met de gedachte aan het eind van de horizon gloort iets moois, namelijk het resultaat. Ik had beloofd niet op ingewikkelde molecuulformules in te gaan, dus die staan hier wel, maar vergeet ze gerust. De essentie waar het om gaat is, je neemt een grondstof, je past daar een conversietechnologie op toe, een proces, en je creëert daarmee producten. Nou, zo zijn onze programmalijnen opgebouwd, waarbij de ene programmalijn gebaseerd is op pyrolyse en vergassing. De andere lijn is gebaseerd op suikers via furaantechnologie en diels-alder technologie omzetten in eindproducten. En de derde programmalijn is gebaseerd op lignine, een hele belangrijke grondstof uit de natuur, via een omzettingsproces weer in andere producten omzetten. En wat het mooie hiervan is, en ook wel het bijzondere is, we kunnen verschillende types grondstoffen benutten. Dankzij die verschillende conversietechnologie kunnen we ook hele andere klassen van eindproducten produceren. Van heel hoogwaardig, heel zuiver, tot meer een mengeling of meer bulkproducten. En al die producten hebben hun toepassing ergens in de markt. Ik had het er net al even over, dat we al ergens in 2012 zijn begonnen hiermee. En dan begin je typisch met brainstormen, overleggen, industrie, overheid, kennispartijen. Je onderzoekt patenten, je onderzoekt literatuur, je kijkt waar het allemaal staat wereldwijd. En dan kom je met ideeën en dan ga je zo het laboratorium in. Met millilitertjes en kleine ellemeijertjes. We hebben experimenten gedaan en een hele hoop lukt niet. En gelukkig lukt er het nodige ook wel. En datgene wat er dan goed uitziet, dan ga je steeds groter doen. Want met een millilitertje of een gram, ja, daar kun je nog geen eindproduct maken. Dus op dit moment zijn we in de fase dat we wat grotere apparatuur inmiddels hebben. Dat zijn eigenlijk kleine fabriekjes. En de essentie van zo'n klein fabriekje is enerzijds, je kunt meer product maken, wat natuurlijk heel belangrijk is om met klanten te werken en eindproducten te ontwikkelen. Maar anderzijds ook, dat kleine fabriekje vertelt ons veel over het proces. En dat helpt ons te voorspellen hoe het proces in een grote fabriek eruit moet zien. Een grote fabriek is heel erg duur. Maar dan praten we echt over 50 miljoen of een paar honderd miljoen. Dus dat wil je niet zomaar even verkeerd bouwen. Dat moet heel goed. En met die kleine fabriekjes genereren we heel veel informatie om dat te kunnen uitrekenen en te ontwerpen. Uiteindelijk
gaan we in de volgende fase komen van demonstratie. Hier zien we een beeld van de demohal van de Green Chemistry Campus. Green Chemistry Campus in Berg op Zoom. Dat is het hoofdkantoor van het BioHorizon programma. En in die demohal hebben wij veel van onze apparatuur staan. En ook laboratoriumfaciliteiten om analyses te doen. Dus daar wordt echt fysiek op die locatie samengewerkt om al die nieuwe technologieën te ontwikkelen en op te schalen. Dan gaan we eerst even met een filmpje naar de introductie van de eerste horizon. BioHorizon Shared Research Center focuses on scaling up bioaromatics technology. Here at the Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, BioHorizon co-initiator TNO is piloting a new technology, thermochemical depolymerization of lignin and lignin-rich biomass. Via pyrolysis and closely coupled stage condensation, the feedstock is split into bioaromatic-rich oil fractions and char, allowing a high added value application and a combustible gas for process heat. In Petten, we have our biofuels and biochemicals lab. Here, TNO focuses on the co-production of BTX, benzene, toluene and xylenes, in biomass gasification. The technology enables the selective extraction of BTX as a valuable intermediate for chemical industry, and moreover, we can convert ethylene to BTX and co-extract it to increase the BTX yield. This technology is used as part of gasification-based biorefinery concepts for biofuels and biochemicals production. For both technologies, we also explore the potential for chemical recycling of plastics. TNO is able to produce representative 1 to 10 kilogram scale samples for application development in close cooperation with the industry. For BTX, we target bulk applications like plastics, but also niche applications like fragrances. For bioaromatic rich oil fractions, we target bitumen, resins, coatings, and fuel additives. Do you want to cooperate to bring these technologies to market, or do you want to test samples in your application? Please contact us and join our community. Ja, en dankjewel Jaap Kiel voor jouw bijdrage. Jaap Kiel is onze manager van Horizon 1 en ontzettend goed op de hoogte van hoe je biomassa omzet middels pyrolyse en vergassing in een hele reeks van waardevolle producten die je daaruit kunt halen. Wil je specifiek met Jaap in contact treden, voel je dan vrij om een e-mailtje te sturen op de website biohorizon.eu. Kun je ook onze contactinformatie vinden en dat doen. Inmiddels hebben we de chat wel operationeel, dus ik ga even op de eerste chatvraag in. Dit is gelijk een scherpe vraag van een oplettende kijker. Die zegt van, aromaten zoals bijvoorbeeld benzene, die kunnen ook toxisch zijn. Als je nou bio-aromaten maakt, is dat dan ook zo? Nou, dat is wel een heel nuttig punt om daarop in te gaan. Want ik zei net al, van wij richten ons op producten die zoveel mogelijk toegevoegde waarde hebben, duurzaam zijn, maar ook veilig. Dus ja, dat aspect veilig is wel heel erg belangrijk. Nu maken we een hele variatie aan producten. Dus benzene is zeg maar één van de aromaten. En dat is inderdaad wel een grondstof waar je mee op moet passen. Ik kan me nog herinneren in de tijd dat ik studeerde, dat mijn amanuensis toen zei van, toen ik nog jong was, wasten wij onze handen met benzene in het lab. Dat is namelijk een geweldig goed oplosmiddel. Nou, dat deden wij toen al lang niet meer, want het is ook wel een beetje een gevaarlijke stof. Maar als je een variatie daarop maakt, dan zijn er ook allerlei aromaten die helemaal niet gevaarlijk zijn. Of als je het doorreageert, bijvoorbeeld in coatings of in polymeren, dan krijgt het hele andere eigenschappen. Dus dat is zeker iets waar we stil bij staan en wat heel belangrijk is. Het is wel zo, als we exact hetzelfde stofje, hetzelfde molecuul biobased maken, hè, dat het ook in principe hetzelfde is als de petrochemische variant. Maar heel vaak kiezen we er juist voor, omdat het makkelijker is om een andere variant te maken uit de natuur, om dat te doen. En dan hopen we daar juist betere eigenschappen uit te halen. Goed. Jaap vertelde al zojuist over de voortgang in Horizon 1. En op dit plaatje zien we letterlijk
hoe de pilotapparatuur, dus zo'n klein fabriekje waar ik het net over had. Dit is een klein fabriekje die pyrolyse doet. Hoe die hier van de vrachtwagen gelost wordt op de Green Chemistry Campus. Inmiddels staat die unit in de hal. En dat is een pyrolyse unit waarbij we na de pyrolyse het product gelijk kunnen scheiden en verschillende fracties kunnen oogsten, zeg maar. En nou, die verschillende fracties die hebben verschillende eigenschappen. En op die manier kunnen we iedere fractie voor zijn beste eigenschappen inzetten. Dat is allemaal werk wat op dit moment op de Green Chemistry Campus gaande is. Hier zien we een foto van het laboratorium daar. Je hoeft natuurlijk niet alle analyses die je maar kunt bedenken daar direct te kunnen doen. Maar een aantal analyses die belangrijk zijn om je proces bij te sturen. Om te begrijpen wat je maakt en snel te kunnen reageren. Nou, die wil je wel kunnen doen. En dat gaat ook heel mooi in het laboratorium op de GCC. Hier zien we wat voorbeelden van producten die dit proces ingaan. Het is misschien leuk om te noemen dat naast dit soort biobased producten, dat we in die pyrolyse unit ook kunnen werken aan recycled plastic. Dat is natuurlijk de hele gedachte van circulariteit, het bewustzijn daarvan, dat neemt steeds meer toe. En het chemisch verwerken van plastic naar een nieuwe grondstof kan onder andere ook met een dergelijke installatie. Dus dat is heel interessant. Hier zien we een voorbeeld van een liter van grondstof die gewonnen is uit het vergassingsproces. Die vergassing wordt op een andere locatie gedaan in de BioHorizon-opstelling in Petten. En nou, hier zie je dat die hoeveelheden, dat we al bepaald niet meer praten over milliliters, maar dat er al grotere hoeveelheden zijn. En er zijn ook al industriële partners die zeggen van nou, laten we samenwerken, want met dit sample kunnen wij weer een volgende grondstof maken. Bijvoorbeeld specifiek echt van dit product wat u hier ziet, kan in een fabriek in Spanje de grondstof gemaakt worden voor wasmiddel. Dus dat is heel specifiek een project waaraan gewerkt wordt. Dan gaan we nu verder met Monique Wekking, die volgt Jaap op. En die gaat ons vertellen wat er gebeurt in BioHorizon Horizon 2. BioHorizon Shared Research Center wants to enable commercial production of bioaromatics by 2025. Since 2013, BioHorizon co-initiated TNO has created a unique IP portfolio position for the production of functionalized bioaromatic monomers, starting from commercially available bio-based furfural. Our initial focus is on specialty bioaromatics, which display improved properties in end product, such as increased physical durability or improved UV stability. We are targeting application in which recycling is challenging, such as coatings, lubricants. In these areas, we see bio-based components as the best solution to realize a sustainable future. At our pilot facilities here at the Green Chemistry Campus in Bergen-op-Zoom, TNO is capable of producing various bioaromatic samples up to tens of kilogram scale. You can think of hemimelitic acid, 3-methyl phthalic anhydride, or 3-methyl hexahydro phthalic anhydride. TNO has established spin-off company Relement that will take the next step towards commercialization. Our Diels Alder platform technology allows TNO to expand the portfolio to other specialties or bulk aromatics, depending on your specific industrial request. We invite you to change the future of the chemical industry by testing our samples in your product and find out the benefits yourself. Are you with us? Ja, Monique, dankjewel. En I'm with you, all the way. Voordat we verder in het verhaal van Monique duiken, ga ik nog even terug naar de chat. Want we hebben nog een vraag die aansluit op het programma van Jaap. En die vraag is als volgt. Pyrolyse, dat kost toch relatief veel energie en werd daarom lang niet haalbaar geacht. Hoe is dat probleem opgelost? Ik zou bijna zeggen, Jaap zou dat het met afstand het beste zelf kunnen beantwoorden, maar ik ga toch een poging doen. Pyrolyse kost inderdaad energie, want je werkt bij wat hogere temperaturen.
En als je het verkeerd doet, dan zijn de kosten voor die energie zijn zo hoog dat je eigenlijk geen echt goed businessmodel hebt. Maar daarom is het zaak om pyrolyse heel erg slim te doen. Dus dat hele proces dat wordt geoptimaliseerd, waardoor je als het goed draait geen externe energie nodig hebt. Dus je gebruikt eigenlijk een deel van je grondstoffen, dan het liefst het minst hoogwaardige, gebruik je om energie te genereren, waardoor je de hoogwaardige producten juist overhoudt. Nou, als je dat nou heel goed doet, en bij veel grondstoffen en bij de juiste procesvoering is dat mogelijk. Dat blijkt eigenlijk steeds meer. Dan kun je op zo'n manier een hele succesvolle circulaire oplossing creëren. Het heeft natuurlijk ook met de tijd te maken, hè. Je hebt aspecten als de prijs van aardolie. Denk aan beprijzing van CO2, de hele bewustwording van het belang van circulariteit. Dat speelt allemaal een rol. En in dit geval helpt dat. Die factoren worden steeds gunstiger om dit soort dingen ook echt te gaan doen. Goed, dat was hem weer even voor de chat. Dan gaan we verder met nog een kleine toelichting op Horizon 2, dus het verhaal van Monique Wekking. Als het goed is, zien we hier in beeld. Ja, weer een klein fabriekje waarin we dus grotere hoeveelheden samples maken. Je hoorde Monique al over tientallen kilo's en ook weer die data verzamelen. Wat je kunt zien is, dit is niet zomaar een potje en een pannetje, maar dit zijn typisch kleine opstellingen die met heel veel zorgvuldigheid gebouwd worden, waarin we ook ontzettend veel kunnen meten. Dus dat is heel sterk geïnstrumenteerd en daarom levert het zoveel waardevolle data op. En dat is heel belangrijk voor de volgende stap. We hebben op dat vlak van Horizon 2 hebben we een wereldwijde patentanalyse gedaan. En daardoor kunnen we een beetje zien, zowel Amerika, Europa als het Verre Oosten, wat daar nu allemaal gebeurt. We verdelen dat dan in functionele aromaten, waar we in deze horizon vooral op richten. En BTX, dat zijn zeg maar de bulk aromaten. En in die functionele aromaten zien we dat TNO 85% van de patenten in handen heeft. Dus dat betekent eigenlijk juist op dit vlak waar het hier om gaat, hebben wij een enorm stevige kennispositie weten te creëren. Dat is niet iets zomaar van even een jaartje je best doen. Dat is omdat we vanaf 2012 al echt enorm intensief en serieus hiermee bezig zijn. Maar is natuurlijk wel een mooie positie om te hebben. Hier zie je voorbeeldjes van samples uit deze horizon. Je ziet ook dat die typisch wat anders zijn, hè. Hier zijn het vooral witte poeders en andere stoffen, maar die zijn ook hoge zuiverheid en heel erg gericht op precies dat ene wat je wil maken. Daar kunnen we dan uiteindelijk ook weer andere eindproducten van maken. Monique haalde het al even aan. Byraizen heeft een eerste dochter en ze heet Relement. Je ziet daar hier, ze is haar kamertje aan het schilderen. Ja, in het begin, zo'n klein kind, moet je natuurlijk een beetje voor zorgen. Maar is wel een spannende manier om op te groeien. En wat je hier ziet is dat een technologie die een beetje richting de markt gaat, die voorzichtig aan volwassen aan het worden is, dat we die in een zelfstandig bedrijf naar de markt toezetten. En dat juist waar zo'n bedrijfje dan goed in is, is zich volledig focussen op het commercialiseren van dat product. Dus zorgen dat het beschikbaar komt voor bedrijven die het als grondstof nodig hebben. Dat is natuurlijk een mooi neveneffect van het Shared Research Centrum bij Byraizen. Dat we niet zomaar aan nieuwe technologieën werken of niet zomaar aan één product werken, maar dat als het ware een boom is waar allerlei vruchten vanaf komen. En nou, Relement is als eerste start-up uit Byraizen een heel mooi voorbeeld daarvan. Dan gaan we nu verder met een filmpje van Horizon 3, waarin Carolien van Broekhoven ons laat zien wat daar allemaal voor spannends gebeurt. Byraizen Shared Research Center believes that a circular bioeconomy is a solution to the challenges of the chemical industry. Here at the lab facilities in Mol in Flanders, Byraizen co-initiator Vito is working on the scaling up and the production of lignin-based bioaromatics. Why lignin? Because it is the second most abundant renewable carbon source on Earth. In this lab, Vito develops and matures technology for the depolymerization and fractionation of lignin-rich biomass into bioaromatics. We target aromatics with new functionalities that lead to improved product properties.
The technology we use results in different lignins ranging from monomeric to oligomeric mixtures. A variety of bioaromatics can be obtained by matching the appropriate starting materials and the polymerization technology. Vito is now scaling up a unique conversion technology to produce lignin-based building blocks for the fine chemical industry and innovative biorefineries. We started the engineering and construction of a continuous lignin depolymerization pilot plant called LignoValue. This plant will produce renewable bioaromatics that can be used in different high added value applications such as polymers, adhesives and composites. Right now, several companies are already testing samples of bioaromatics in actual applications. Do you want to join this transition to bioaromatics that are sustainable, profitable and highly functional? Please join our community. Ja, Caroline, dankjewel dat je vanuit Vito Vlaanderen rechtstreeks even in de studio erbij was. En leuk om, om alle beelden te zien. Horizon 3, dus van lignine naar producten. Uiteindelijk wil ik even iets langer doorgaan op lignine als grondstof. Als je om je heen kijkt, biomassa, hè, en dan kun je denken aan stro, aan maïsstengels, aan restanten van suikerriet, aan hout. Zijn allemaal producten waar ongeveer een derde daarvan lignine is. Dus naast cellulose is dat wereldwijd het meest voorkomende polymeer, de meest voorkomende grondstof die je zou kunnen benutten. De papierindustrie die heeft altijd lignine gehad als bijproduct. Dus de papierindustrie maakt cellulose. Als je thuis een wit velletje papier hebt, dan is dat vooral cellulose. En voor de papierindustrie was lignine eigenlijk alleen maar een lastig bijproduct wat er vanaf moest. Want dan heb je mooi wit papier. En die hielden dan lignine over. En lange tijd was ook het gezegde in die papierindustrie van ja, met lignine kun je van alles doen behalve geld verdienen. Omdat lignine best een moeilijke grondstof is. En als het niet je aandacht heeft en je hebt er te weinig verstand van, kun je er inderdaad niet zoveel mee doen. Maar dat is nu juist wat wij hier veranderen. Wat Caroline al liet zien in Horizon 3, hebben wij wel veel verstand van lignine. En snappen we de verschillende types lignine. En weten we ook hoe je daar dan mee om moet gaan. In dit voorbeeldje zie je bijvoorbeeld lignine toegepast in kunststof. En dan zie je ook wel dat het niet makkelijk is. Aan de rechtse kant zie je als je het verkeerd doet, het is inhomogeen en de eigenschappen zullen ongetwijfeld helemaal niet zo goed zijn. Aan de linkerkant, daar zie je hoe wij het doen, wel goed. En daar gaat de lignine juist hele goede eigenschappen in dat polymeer opleveren. Dus belangrijk met lignine is een heel goed verstand hebben van alle types lignine. Hoe ga je ermee om? Hoe verwerk je het? En hier zie je een aantal samples. Dit is allemaal lignine. En je ziet verschil in zuiverheid, verschil in kleur en verschil in eigenschappen. Dus dat is belangrijk om dat goed in de vingers te hebben. Kleur overigens kan natuurlijk een enorm belangrijk aspect zijn in het ontwikkelen van producten. Als je uiteindelijk, stel je maakt Lego-blokjes en die wil je mooi geel hebben. Ja, dan moeten ze natuurlijk niet bruinig worden omdat er een of andere grondstof niet in orde is. Hier een voorbeeld van andere producten die we in de lignine horizon maken. Zijn bijvoorbeeld polyurethaanschuimen of polyester kunststoffen, epoxy kunststoffen. Wat we daarbij doen is op dit moment vooral tot een lignine gehalte van 50%. Dus zeg maar de helft van die kunststof wordt vervangen door lignine. En dat geeft dan goede eigenschappen. En ja, onze redenering is zo, als je de helft vervangt, dat is al enorm veel. Dus je gaat dan al hele grote hoeveelheden biomassa in de markt kunnen zetten. Daarna kunnen we natuurlijk altijd nog kijken, hoe kom je van die 50% naar nog hogere niveaus. Wat belangrijk is bij lignine, in ieder geval de manier hoe wij het doen, is enerzijds de lignine depolymeriseren. Wordt dan als het ware worden de moleculen geknipt en kleiner gemaakt. Daardoor verbeteren de eigenschappen. We kunnen het scheiden, we kunnen het zuiveren. Ook hier kunnen we weer verschillende fracties maken. Waarbij die fracties voor hun best mogelijke toepassing kunnen worden ingezet. Dus het is niet zo dat je zegt, nou ik pak even wat lignine uit de natuur en ik ben klaar. Daar hoort een hele technologie hoort daarbij om dat goed op maat te maken. Hier zien we nog een paar voorbeelden van toepassingen van die lignine, in dit geval in kunststoffilms.
Op dit moment wordt er al heel hard gewerkt aan een demofabriek voor de verwerking van lignine op de manier zoals in BioHorizon ontwikkeld is. Dit heet de Ligno Value Plant. En in die Ligno Value Plant wordt lignine dus gedepolymeriseerd, gescheiden en gezuiverd. Zodat ook hier weer veel grotere hoeveelheden samples ontstaan die in de industrie gebruikt kunnen worden om uiteindelijk mooie toepassingen en producten te ontwikkelen. We gaan even, voordat we naar deze conclusies gaan, gaan we even nog kijken wat er nog in de chat gebeurt. We hebben een vraag hier. En die luidt als volgt. Focussen jullie ook op de bioafbreekbaarheid van stoffen? Of meer op het recyclen erna, of op het recyclen na gebruik? Nou, dat is eigenlijk een hele interessante vraag. Want je hoort dat vaak. Van ja, biobased, dat zal dan wel bioafbreekbaar zijn. Dat is eigenlijk niet waar. Het zijn twee aspecten die je moet onderscheiden. Je kunt petrochemisch hebben of biobased. Dat is de oorsprong waar je het van maakt. Allebei die producten kun je afbreekbaar of niet afbreekbaar maken. In dit geval voor hoogwaardige producten richten wij ons niet op afbreekbaarheid. Afbreekbaar is voor een aantal toepassingen erg nuttig en erg prettig. Als je bijvoorbeeld denkt aan landbouwfilm, dat wordt op het land gelegd. Nou, als het dan afbreekbaar is, dan blijft het op het land en kan op die manier verdwijnen. Of producten die veel weggegooid worden, waar ik het net al over had, goedkope plastics, die zomaar weggegooid worden. Ja, als dat dan afbreekbaar is, verdwijnt het. Dat is op zich wel mooi. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, als je het afbreekt, is het weg. Hè? Je bent dan niet echt circulair, je bent eigenlijk lineair bezig. Je hebt er ook niet echt iets goeds mee gedaan. Het degradeert en het is weg. Dus wij focussen ons in plaats van op afbreekbaar, meer op circulair. Dus een product maken met eigenschappen die hoogwaardig zijn, zodat als je die recycelt, dat die ook nog hoogwaardig zijn. Recyclen, soms zeggen mensen zelfs upcyclen, dat je nog iets beters van maakt. Dat is allemaal snel gezegd, maar best wel moeilijk gedaan. We moeten onszelf daar ook niet rijk rekenen. Als je kijkt naar de percentages die nu echt gehaald worden in recycling, dan zijn die vaak nogal best wel teleurstellend. Want het is ook best wel heel moeilijk. Hè? Je kunt je voorstellen, je maakt een product en je smeert daar een laag coating op, een verf bijvoorbeeld. Ja, die verf is best wel lastig te recyclen. Of je hebt misschien smeermiddelen of lijmen. Die zijn moeilijk te recyclen. Dus dat is niet bij alles zo makkelijk als het lijkt. Maar waar mogelijk zetten we ons zeker in voor goede circulaire oplossingen. En in de regel is het zo, hoe hoger de eigenschappen zijn, hoe meer tijd en energie je er ook in kunt stoppen. Omdat je weer een hoogwaardige stof terug kunt krijgen. Dus daar richten we ons eigenlijk op. Dan hebben we nog een vraag. Die vraag luidt als volgt. Als je lignine afbreekt, dan krijg je complexe mixen van aromaten, zowel mono, di en oligomeren. Scheiden jullie deze aromaten of worden de mixen gebruikt? Nou, dit is iemand die een beetje in het vak zit. Want inderdaad, wat wij doen is wij depolymeriseren de lignine. Dat is niet zomaar een beetje afbreken. Het is wel degelijk echt een gericht, gecontroleerd proces. Waarbij we verschillende fracties krijgen. En die fracties die kunnen inderdaad dimeren, oligomeren, soms zelfs monomeren zijn. En die kunnen we scheiden. En dat scheiden is ook heel belangrijk. Omdat al die fracties die hebben verschillende eigenschappen. En je wilt juist die eigenschappen zo goed mogelijk benutten. En dat gaat het beste als je het opzuivert. Dus ja, inderdaad, daar steken we veel energie in. En dat kunnen we ook wel. Goed, de conclusie van het hele verhaal. Wat hopelijk een stukje duidelijker is geworden na het zien van de filmpjes en het horen van dit verhaal is dat we echt die circulaire bio-economie, dat we dat willen ontwikkelen en dat we daar echt goed mee op weg zijn als een oplossing voor de uitdaging die de industrie heeft met petrochemische grondstoffen en CO2-uitstoot. Aromaten zijn een hele belangrijke categorie van bouwstenen voor de industrie. 40% van wat je ziet om je heen zijn aromatisch van aard.
En ze bieden een belangrijke functionaliteit. Het zijn veelal hoogwaardige producten. Bioaromaten zijn daardoor een duurzaam alternatief. En zeker ook voor moeilijk te recyclen producten. Daar kun je niet alleen op circulariteit gokken, maar dan moet je ook steeds weer nieuwe grondstoffen toevoegen. We doen dit zeker niet alleen. We werken samen met bedrijven, heel veel al internationaal, met kennisinstellingen. En met de doelstelling om in 2025 te zorgen dat bioaromaten commercieel geproduceerd kunnen worden. Op dit moment, en dat heb je gezien hè, in de verschillende filmpjes, hebben we grote hoeveelheden samples die uit die verschillende kleine fabriekjes komen. En samen met de industrie wordt daar aan getest. Die partijen waar we dan mee samenwerken, die zetten die producten om in de producten die zij zelf maken. En testen dan van, hey, is dit inderdaad beter dan wat we gewend zijn vanuit de petrochemische producten? Of is het misschien net zo goed, maar vinden we het voordeel wat we ermee halen, vinden we dat belangrijk genoeg om toch te gaan overschakelen. Dus dat werk dat is volop in beweging. Ik kijk nog eventjes wat er in de chat gebeurt. Het is een beetje multitasken hier. Ik heb hier een vraag. Wat zijn de entreevoorwaarden voor MKB-bedrijven in BioRizon? Ik kom daar zo meteen even op terug. We hebben een binnen BioRizon hebben wij de BioRizon Community. Dus een belangrijk deel van wat we doen is partijen met elkaar in contact brengen en heel die samenwerking stimuleren. Als je kijkt op BioRizon.eu, dan zie je een tabje community en daar kun je zien wat de voordelen zijn van die community. Je kunt daar lid worden van de community. Dat is overigens voor iedereen gratis om te doen. Dus vind je dit onderwerp belangrijk? Wil je hier aan werken? Wil je met ons samenwerken? Zou ik zeggen, begin zeker met lid worden van de community. Je ontvangt dan ook onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor events, verder in de media, LinkedIn, Twitter, YouTube. Daar zijn we ook op verschillende manieren te volgen. Dus als deel van het antwoord op die vraag, je kunt al lid worden van de community verder zonder kosten. Dan hebben we natuurlijk allerlei projecten. Dat is waar echt het werk gebeurt. Hè, waar bijvoorbeeld die samples omgezet worden in producten. Of waarin we nog werken aan het verbeteren van technologie of het bouwen van installaties. Nou, in die projecten kun je ook deelnemen. Want dat is ook typisch iets wat we samen doen. En dat is per project verschillend wat dan de voorwaarden zijn. We proberen altijd een zo goed mogelijke financiering te organiseren. Dat is soms met behulp van regionale investeringen, soms met nationale investeringen en niet zelden ook met Europese investeringen. Maar deelnemers doen daar zelf ook altijd een deel in. Dus dat is per project afhankelijk. Heb je daar interesse in? Op onze site hebben we regelmatig, wij noemen dat calls for participation, dus de vraag of je deel wil nemen aan een project. Nou, reageer daar vooral op als het een project is waarvan je denkt, hey, hier heb ik wat aan en hier heb ik ook wat aan toe te voegen. Even kijken, dan hebben we nog een andere vraag en die luidt als volgt. Lopen die drie horizonnen, lopen die nu parallel qua ontwikkeling en opschaling? Ja, je hebt dat misschien een klein beetje uit het verhaal al kunnen halen. Dat is niet helemaal exact zo. Ze hebben allemaal wel een beetje hun eigen dynamiek. De ene technologie is al wat ouder, de andere technologie is wat nieuwer. De ene is wat moeilijker, de andere is wat meer straightforward, zeg maar. Maar we zijn wel met al die technologieën nu in de fase van pilot plants, kleine fabriekjes, demonstratie. Dus ergens tussen het lab en commerciële toepassing in, zou je kunnen zeggen. Dan heb ik hier nog een vraag. Goh, dat is wel een hele specifieke. Ik denk bijna dat we daarop terug gaan komen. Maar in welke formaten zijn er op dit moment schuimen beschikbaar om te testen? Op welke termijn wordt grootschalige productie voor meubels beschikbaar? Nou, dat klinkt in ieder geval als iemand die heel erg geïnteresseerd is. Dus dat is mooi. Ik zou zeggen, hier gaan we even op terugkomen via de e-mail. Omdat deze kan ik zo uit mijn hoofd niet direct beantwoorden.
Maar zeker een onderwerp waar we graag op doorgaan. Schuimen voor meubels is natuurlijk een hele interessante toepassing van, ik neem aan, polyurethaanschuim. Dan heb ik nog een laatste vraag om, ik denk dat we hier dan ook mee gaan afsluiten. En die luidt in welke horizon kan zeewier een rol spelen? Dat is wel grappig. Zeewier is natuurlijk een biomassa. En vanuit zeewier kun je ook allerlei producten maken. Wij hebben één specifiek project, dat heet het Z-Core project. En de titel van dat project is zelfs Van zeewier naar coatings. Dus in dat project wordt specifiek gewerkt. Het sluit aan bij onze horizon 2, wat je net zag. Vanuit de suikers van zeewieren naar furanen, naar bioaromaten, die in coatings uiteindelijk een toegevoegde waarde hebben. Dus een verbeterde krasvastheid, een verbeterde UV-bestendigheid. Dat soort voordelen zien we bij het toepassen van deze producten in coatings. Dus voor degene die deze vraag had, neem vooral contact op. En dan kunnen we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er is nog één vraag die doorkomt. En dat is wederom een heel oplettende kijker die zegt, commerciële productie in 2025, dat is vrij kort dag. Dat is ook zo, het lijkt ver weg, maar dat is helemaal niet zo ver weg. Wanneer verwachten jullie de eerste aankondiging van een project voor de bouw van een bioaromatenfabriek in Nederland? Nou, is geen vraag die ik nu helemaal exact kan beantwoorden. Maar ik kan er wel een paar dingen over zeggen. Je hebt net gezien dat Byraisen heeft een dochter en ze heet Relevant. En dat is een bedrijfje en die gaat zich maar om één ding druk maken in de hele wereld. En dat is het commercieel produceren van de meest veelbelovende producten die op dit moment uit Horizon 2 zijn gekomen. Dus daar gaat het om commerciële productie. En Relevant zal ergens in de komende jaren vast wel gaan roepen, op die dag gaat mijn fabriekje starten en dan hebben we commerciële productie. Vanuit die andere horizonnen trouwens kan zomaar ook hetzelfde gaan gebeuren. Misschien als opmerking daarbij, wat natuurlijk enorm belangrijk is voor die fase naar commerciële productie, is niet alleen dat de technologie rijp is, maar ook dat de investering gedaan kan worden. In het begin praten we over kleine fabriekjes, werk op labschaal. Dat is niet heel goedkoop, maar relatief bescheiden vergeleken met zo'n grote fabriek. Dus het realiseren van de investering om dit te doen, om die commerciële productie voor elkaar te krijgen, dat is een hele belangrijke. Dus we zijn op dit moment ook heel hard in gesprek met allerlei partijen die wat kunnen betekenen in die financiering en die investering. Dus het is wel enorm belangrijk om daar ook Relevant en maar ook andere initiatieven zoveel mogelijk bij te helpen. Dus nou, ben je betrokken in het wereld van bijvoorbeeld venture capital of andere manieren van investeren of kun je daar invloed op uitoefenen, zou ik zeggen. Dan ben je ook zeker iemand die deze ontwikkeling kan helpen en doe dat vooral. Goed, hiermee hebben we de vragen voor nu. Beantwoord. Rest mij om af te sluiten met een heel hartelijk dank dat jullie allemaal de tijd hebben genomen om ons webinar bij te wonen. Hopelijk was het nuttig, hopelijk was het inderdaad ook toegankelijk. Niet alleen voor experts, maar voor iedereen die hier interesse in heeft. En nogmaals, is je interesse gewekt en wil je met ons in contact komen? Of zie je mogelijkheden om samen te werken in deze hele transitie van petrochemisch naar bioaromaten? Doe dat dan vooral. Kijk op byhorizon.eu of word lid van onze community. Dit was het vanuit Blue City in Rotterdam. En ik wens iedereen een hele fijne week van de circulaire economie.